liefde onvoorwaardelijk. Ik ben Fred in de neuker. Fred in de neuker! Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar Man Bijt Hond. Naar alle gekke mensen van Man Bijt Hond. Je weet wel, de cringy, de weirdo's. Ik heb een klein stukje gekeken om te kijken wat het was. Ik weet nog niet of het een vent is of een vrouw. Kun je wel zeggen? Ja. Dit is een vent toch? Al 7,5 jaar. Maar is het nou een vent of is het een vrouw? Hoezo zie ik het niet? Ik kreeg... Maar dit is een fan toch? Jongens, alsjeblieft, ik hoop niet dat ik fans heb beledigd. Don't judge me, oké? Tegenwoordig deed je het gewoon niet meer. Alles kan. Pot en de plan van welkom in Dakenstraat. Ik wou het gewoon even zien snel. Ik weet niet waarom. Laat me rust. 7 jaar lang al is deze liefde onvoorwaardelijk. Godverdamme, joh. Mensen die hun hond laten eten uit hun mond of hetzelfde bord eten of lepel of pork. You guys are disgusting, man. Doe even normaal, man. Je bent een klauwer. Ik kom mezelf horen, dan kan ik niet normaal praten. We maken niet dat allemaal boven je slubber knakken. We staan er geen kut van. Staan jullie er wat moe van? Zo tikken, tikken. Godverdamme, jongen. Godverdamme. En dat is het resultaat. Dat is gewoon heel dat vlak al de vernis eraf gelakt. Zal Sloeber alvast even de vloer nat maken. Dit is een verklote beest, joh. Waarom kies je voor zo'n hond, mafkees? Doe eens even de bouwen, Greta Brul. Mooi is braaf. Man bijt hond in Man bijt hond. Andersom dan, hè? Wat is dit? Kijk hoe die zit. Moet je alles, ja. Moet je nooit worden? Klote beest. Om laten leggen, gap. Dat is Sloeber nog nooit niet gedoond. Ja, nee. De hond vertoont ineens dit gedrag, mevrouw. Met het liggen? Nou, vieze goor. Wie trots is op zijn geslacht, draagt zijn naam met faam. Eddie Louise Maurice Poep. Eddie Poep, jongen. Van het Eddie Poep. Besef dat gewoon, guys. Ik persoonlijk heb er geen problemen mee. Oh mijn god. Eddie Skeet. Eddie Stone. Eddie Poep. Geloof je het zelf? Keet, mevrouw van Kut Lucien. Ik heet mevrouw van Kut. Ik vind mijn naam goed. Mevrouw van Kut. Dat is geen goed achternaam. Al zeg ik het zelf. Van Kut. Ik ben Freddy de Neuker. Freddy de Neuker. Wat de fuck? Man werkt ook nog op een vleesafdeling. En mag je gewoon worden. En de neuken, waarom niet? Mijn naam is Karin Hoeren. Oh god, je hebt nu van Kut, Karin Hoeren, Freddy de Neuker. Lucienne van Kut, de Neuker, Poep. Wel kinderen onder elkaar, dus. Op de Hollandse zender hoorde dat ook, Kutwijf. En dan zeg, jongen, dat is wel mijn naam, hè. Het eerste wat ik ooit meegemaakt heb, dat was met mijn vriendin. Dus basically, Freddy lag te vrij in de auto. Hij heet de neuker. En op dat moment wordt er aangeklopt zo'n ding. En dan vraagt de politie wat ben je aan het doen. En dat hij tijdskaart is zien. Ah, spreekt voor zich. Ik vind mijn naam goed. Ik heb daar geen last af. Mevrouw, u zei net nog dat u het lastig vindt als mensen kut zeggen. Uw achternaam is kut, ja? U vindt dat helemaal niet fijn. Oké, Greta. Oké, Betty. Nooit mijn naam veranderen. Jouw naam is de meest legendarische naam ooit, man. Ik blijf Eddie Poep van u en tot altijd. Eddie Poep, jongen. We deden zelf plaatjes maken. Ja, jongen, hives, jongen. Het is voorbij, mevrouw, hives. Voor de kids die niet weten wat hives is van heel lang geleden. Was het van Facebook, al in het Nederlands. De oudere jeugd kent het wel. De jongere jeugd denkt, wat de fuck praat je over? In 2010 hebben ze een nieuwe heup gegeven. En toen moest hij onder narcose. Ja, absoluut, ja. Ze. Moet je onder narcose? Stel maar eens gaan lachen. Klopt dat, meneer? Ik zeg niks. Oh mijn god. Ik skip nu door elk stukje naar lacht. Oké, laat maar. Deze kent iedereen toch? Mijn man bij het hond niet geweldig. Dus we gaan ook even lang leven de liefde doen. Ja. Er is forever content. Ja, ik wel. No. Zijn er genoeg mensen leven, vriend? Ik knap de half video, man. Shut the fuck up. Hey jongens, vandaag hebben we ook even een stukje van Lang Leven de Liefde er doorheen. Want Man Bijt Hond vind ik leuk. Beelden zijn zo trash. En deze beelden zijn ook... Waarom zijn alle beelden trash, man? Ik heb een prachtig mooi huisje terug, daar gaat het niet om. Maar ik voel me eigenlijk helemaal alleen. Is hij DJ? Is man DJ? Goed verzorgde vrouw, ja. Die van de Doppers of zo? Van de Doppers? Jan Dopper? Of is hij Elvis Presley? Wat is hij vandaag? Ja hoor, daar staat hij. Jan Presley. Daar is hij. Finally, grap. Of zullen we even knuffelen? En dan heb ik zoiets van flikker op man. Ik hoop ook wel dat iemand het leuk vindt om leuke dingen te doen. En ook wel... Ja, dan heb je bij deze meneer. Juist, Ellie. Dit is Presley. Jan Presley is lit. Kijk hem, vrouw. Leuke dingen doen. Wordt hem 100% met deze meneer. Hij moet wel lekker gekleed zijn. Oh nee, ik wil die reactie niet eens weten. Hallo? Hallo?
Ze zegt hallo man, zing door. Hallo! One man. Hallo! Hallo! Falling in love. Word de stekker eruit trekken, joh. Word de stekker eruit trekken, grap. Ellie is kwaad. Ellie is boos. Ik heb voor jou biertjes meegenomen. Ja, maar ik drink helemaal in niet. In een auto. Eerst even wat drinken dan. Kom, als ik ergens kom of ik wat doen, dan ga ik altijd met de vriendinnen van mij eerst een toast uitbrengen. Rut. Boos. Ik wou voorstellen om te gaan gourmetten. Dus... Ja, ik vind het goed, Pril. Doe maar, joh. Doe maar. Ja of nee? Ja, doe maar. Oh, dat is zo'n wijf. 24-7 dingen wat doen. Hele dagen dingen wat doen. En anders is de man saai. Oké, Ellie. Doei. Hoe leef jij in godsnaam? Ja, gewoon, ja. Hè. We waren wel heel erg grof, nou, nee, met mijn nest in de buik. Bij wijze... Wat een mens, joh. Karen, gadverdamme, deze mag ik echt niet. What the fuck? Ah, hey, de nest ja, in de buik. Zo is het. Waarom doe je dat? Nee, ik hou er niet van als allemaal van mij... Zie je wel, de gemeenigheid komt nu. Ja, ik zeg toch, ik kan lief wezen, maar ken ik een bitch. Ja, maar dat had ik al verwacht van jou. Oh, nou dan. Toppie. Super gezellig, mooi, jawel. Ja. Maar ik heb... Oh mijn god, nou ja, mevrouw, meneer, wees blij dat ze niet wil. Wees blij dat deze mevrouw niet wil, meneer, want deze vrouw is het niet. Niet de klik van de aantrekkings... U denkt u bent 16, mevrouw. Aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht. Ik vind het persoonlijk een ongelofelijke hork van een vrouw. Yo mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Het is een beetje hectisch, ik heb van alles gekeken. Hier de 3 comments van de laatste video. Ik vind het top, blijf commenten, dan kom je misschien ook wel in het beeld. Wist het even niet deze aflevering? Ja, like de video, like! En ik hoop dat jullie een geweldig nieuw jaar hebben. Gaaf van jullie en tot volgend jaar.